Goedemorgen dames en heren, super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loren en ik sta hier voor de ruit naar buiten te kijken, want het is een mooie blauwe lucht, maar sporten gaat er vandaag niet in zitten. En ik denk morgen ook niet, want mijn Garmin gaf letterlijk aan dat ik in één training red in zit, dus 1%. Dat is heel laag en het gaf ook aan dat ik 72 uur hersteltijd nodig had. En als je dat even omrekent, dat zijn 3 dagen. Dat wil niet zeggen dat ik 3 dagen stil ga zitten. Maar vandaag ga ik sowieso wel stilzitten en morgen zal het ook rustig zijn. En dan woensdag zal ik mij al wel wat beter voelen. Een intervaltraining gaat er nog niet in zitten, maar het zal dan ook een rustige training zijn. En pas interval zal er pas voor het einde van de week in zitten. Alhoewel dat ik deze week wel normaal rustiger ging aanpakken. Ik ging deze week sowieso wel wat minder doen om, vanwege mijn bachelorproef van sport. Gewoon een paar keer gaan sporten. Gewoon een paar keer rustig, maar zeker daar geen prioriteit op leggen, gewoon zodat ik mij een beetje fris voel en dat ik goed kan werken. Eigenlijk vooral daarvoor, niet per se om echt kwalitatieve trainingen af te leggen. Dat is pas voor de komende weken. Moet mijn prioriteiten een beetje kennen en nu ligt het leven even eenmaal zo. Noah en ik zijn wakker geworden. Het is nu ondertussen al 10:30, dus ik start de vlog iets later. We hebben ons al klaargemaakt en we gaan vertrekken richting Destelbergen, richting mijn huis. Want Noah moet vandaag naar de osteopaat en die is bij mij in de buurt. En morgen moet Noah een examen gaan afleggen en ik moet morgen naar school. Dus ja, die twee dingen komen wel goed uit en dan kunnen we elkaar, of dan kan ik haar afzetten. En daarom gaan we dus naar huis nu. Maar we moeten straks eerst nog naar de winkel gaan, want ik wil graag bruschetta maken. Ik had dat gezien gisteren op TikTok en ik dacht, daar heb ik goesting in. Dus we gaan broodjes halen, die dan even lekker afbakken, daar bruschetta op doen. Dus wat hebben we daarvoor nodig? Ik denk tomaten sowieso, uitjes. En ik denk dat dat eigenlijk is. Romeo is hier ook heel schattig. Ik hoop dat jullie ernaar uitkijken naar de vlog. Vergeet even niet te liken, vergeet even niet te abonneren. Gisteren de 20 kilometer van Brussel gelopen. Niet compleet all out. Maar ik voel het toch wel aan mijn beentjes. Vandaar dat de hersteltijd ook zo hoog is. Mijn hartslag was wel hoog. Dus ja, vandaar dat de hersteltijd zo hoog is. Maar dat was een leuke wedstrijd. Goed gedaan. En vanaf nu is het volle focus met een bloktraining richting de sprint duathlon. En daarna heb ik nog de hele maand juli om mij voor te bereiden. Om echt goede basistrainingen te doen. Echt een goede basisconditie te kweken richting de halve Ironman, liever gezegd. In september en dan vanaf, ik zou zeggen, half augustus ongeveer gaan we wel echt focussen richting met intervallen richting de richting Challenge Almere. Een paar workouts die dan eerder geschikt zijn voor de kwart triathlon in augustus en de sprint triathlon in augustus, de week erna. Dus dat wordt wel tof. En ik wil ook de basis natuurlijk in juli kweken voor het fietsen, omdat we dus misschien die Gran Fondo gaan rijden in augustus. Maar ja, dat is zo wat gelinkt aan elkaar en dan kan ik zo wat begin augustus wat fiets, wat intensievere fietstrainingen doen, wat intensievere looptrainingen en dan kan ik daarop bouwen voor die wedstrijden. En dan ook zo wat threshold blokken, tempo blokken doen. En dan kan ik daarop voorbouwen na die wedstrijden richting Challenge Almere. Dus ik denk dat dat een goed idee is. En dan daarna gaan we op reis, Noah en ik. Maar we moeten nog zien naar waar. We zijn een beetje aan het denken, misschien Kopenhagen of zo. En dan daarna natuurlijk gaan werken. Hè. Dus het gaat er snel aankomen. De tijd vliegt. En dat zijn plannen die ik nu maak en die nu in mijn hoofd zitten. Maar ik zei dat nu wel. Hoogstwaarschijnlijk gebeurt er toch vrij weinig van. Of gebeurt het wel, maar misschien niet per se in die orde of het leven komt in de weg of zo. En dan gebeurt het toch anders, maar goed. We gaan dan vertrekken richting Destelbergen. En dan zou ik zeggen, dan zie ik jullie zo. Hè. Oh ja, voor ik het vergeet, ik heb hier een pakje voor iemand. En dit is het eerste Loran petje dat ik in de brievenbus ga steken. De rest ga ik ook deze week op de post doen of gaan afgeven. Dus voilà. Het eerste Loran petje gaat vandaag toe geleverd worden. Oh no. Oh. En hij is weer kapot. Maar soms gaat hij naar boven. Hij gaat in stukjes naar boven. Ja. Maar het is wel beter als daarnet. Noah zei, ik ga naar mijn andere vriendje, maar ik ben haar gewoon aan het voeren. Dus ik dacht, ik ga haar pesten en ik ga de autosnelweg, de ruit, helemaal openzetten. Dus kijk, het is al half. Dus ik hou mijn dinges in, mijn knop. Voor de ruit, voor haar ruit, als ze het niet naar omhoog kan doen. En nu gaat hij maar, hij ging niet naar omhoog. Hij gaat maar een stuk naar omhoog. Maar hij gaat in stukjes naar omhoog. Maar ik hoop voor jou dat hij nog, allee. Vanaf nu gebruiken we dat raam niet meer. Ja, wel, want ik. Please, tot boven. We moeten in stukjes naar boven gaan. Dat was not so funny. No. Liefje, hoe was het bij de osteopaat? Goed, oké, bruschetta gaan we maken, dames en heren. Wat heb je daarvoor nodig? Olijfolie,
extra virgin. Peper, zout, tomaten, een beetje look. De rest nog van instant noodles. Maar dit, en dan zie je er ook wat broodkruimels al liggen. Want ik heb hier ook een beetje stokbrood en dat gaan we mooi afbakken. En dan gaat dat heel lekker crunchy zijn voor de bruschetta. Dus ga ik even maken en dan toon ik jullie straks het eindresultaat. Dames en heren, zie je zo mooi die broodjes gebakken zijn. Wauw, en dan gaan we hier de lekkere tomaatjes eens even opdoen. En dan hebben we super, super lekkere bruschetta. Zo, dames en heren. Wauw. Dientje, kom maar. Waarom roep je zo? Voor lekker smikkelen. Dat zeg ik dus niet zo stout. Je hebt er elk vier. Dus... Hallo, ze verwerkt. Ik nu niet opeten. Ik ben niet aan het wachten. Is mijn camera in je gezicht getuurd? Ja. Toen had de stroom hieruit gedaan. Ik kom uit mijn bed, hè. Ik was al aan het slapen. Hè. Die gast die komt daar zo met die camera in mijn hoofd, met die flits. Flits? Oh ja, die flits stond aan. Die camera heeft geen flits. Er stond iets van flits aan. Ik heb niks van flits gebouwd. Dat nog was iets... Dat was uw eigen flits. Jij had de flits. Ja, ik ga nu mijn eigen flits in mijn gezicht. Ik denk dat je dat toch hebt gedaan. Nolwenn, hoeveel punten geef je het? 8 op 10. Echt? Is niet lekker? 8 op 10 is toch goed? Als ik een 8 op 10 heb, ben ik blij hoor. Ja. Oké. Okay. Het is grappig dat jij dat gemaakt. Wacht, we dat ook maken. Oké, dames en heren, de laatste loodjes zijn ingezet voor mijn bachelorproef. Vandaag weer veel geschreven, wat dat op zich wel goed is. Ik moet wel best nog wel wat schrijven en er zijn wel best nog wat ideeën, maar ik merk vanaf ik zo in de flow zit met schrijven, komt het allemaal wel goed en lukt het allemaal wel. Dus dat is allemaal top. Ik wil jullie bedanken voor de support trouwens op de vlogs de laatste tijd. Er gaan leuke video's aankomen vanaf volgende week. Dan heb ik wat meer tijd en dan ga ik wat proberen wat leuke video's ook qua editen en zo. Wat leuker te doen. Nu zijn het gewoon, ja, een beetje... Op zich wel, de vlogs qua lengte vallen wel mee, maar niet zo super, super speciaal of zo. Maar dat kan ook gebeuren natuurlijk, want ik heb dus nu mijn bachelorproef, gelijk dat jullie ook weten. Daar ben ik op zich wel goed mee bezig geweest. En ik hoop dat ik morgen wel wat kan programmeren nog. Ik ga sowieso s'avonds wel even doorwerken nog om dat af te krijgen. Sporten zie ik wel wat ik doe. Ik dacht misschien morgenochtend even gewoon een half uurtje op de rollen te gaan. Gewoon even heel kort de beentjes een beetje losrijden, want ik merk wel dat ze stijf zijn. En sport op zich is niet erg. Zeker fietsen niet, want dat is niet zo heel intensief. En dan kun je perfect gewoon het bloed wel laten stromen in je benen en dan zijn ze wat minder stijf. Dus dat valt wel mee. Noël en ik gaan even nu gewoon in bedje liggen. Ja, niet even. We gaan gewoon slapen, want het is laat. Morgen heeft Noël een examen, dus fingers crossed. Ze heeft hier goed gestudeerd. En morgen gaat ze dus knallen op haar examen. En ik moet naar school in de namiddag. Dus een drukke dag voor de boeg morgen. Ik zou zeggen leuke dag, maar dat is het niet, want het is veel voor school. Maar we zien wel hoe dat de dag loopt dan voor de rest. Ik hoop jullie genoten hebben van de vlog. Morgen ben ik er dus weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. We zijn bijna 500 dagen aan het dagelijks vloggen. Ik denk dat dit vlog 493 is. Dus nog een weekje te gaan en dan zijn we 500 dagen aan het dagelijks vloggen. Ik hoop dat jullie genoten van de vlog. Morgen ben ik er weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao, kus.